Dat hebben wij natuurlijk veranderd in Abba Vader, want er staat: laat mij nimmer gaan. En dat is nou precies wat jij nou net vertelde over de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest dus gezorgd heeft dat God, dat is het onderpand, dus die laat ons ook nooit gaan. Dus daarom hebben we dat ook veranderd, want dat kunnen we natuurlijk eigenlijk niet zien, zingen met een hart dat daarachter staat. Hè? Paulus zegt ook dat onze liedjes moeten zijn vermaterkander. En hoe zegt hij ook weer in Colossense 1? Of zegt hij over die. Nou ja, in ieder geval, er moet een leer. Hè? Ja, leert onderwijs ook kan in psalmen lofzangen, ja, geestelijke liedjes. Dus de liedjes die wij zingen, die zijn gecheckt, om zo te zeggen, op de inhoud. En dat de leer wel in overeenkomst is natuurlijk. En weet hier en daar, ja, we hebben niet alle liedjes zelf geschreven, dus zal misschien wel eens wat vinden, maar dat vonden we toch wel belangrijk om dat toch te wijzigen. We zijn in 1 Timotheus, ga ik met jullie beginnen. In het eerste gedeelte weer. En 1 Timotheus bestaat uit 6 hoofdstukken. We hebben 2 Thessalonicenzen gehad. En ik heb even zitten twijfelen van waar ga ik nu mee verder. Maar ik dacht nou nee, 1 Timotheus, daarop aansluitend wil ik mee verder gaan. En de Thessalonicenzen brief is natuurlijk 1 en 2 Thessalonicenzen. Gelaten, dat zijn brieven die zijn vrij in het begin geschreven. Thessalonicenzen, Gelaten, er is discussie over welke het eerste geschreven is. Maar allebei in ieder geval zijn het de eerste brieven van Paulus. Ja? Die heeft hij geschreven nadat hij al reis had gedaan. Paulus is natuurlijk niet pas gaan praten toen hij is gaan schrijven. Hij heeft al lang over het kruis verkondigd vanaf begin af aan natuurlijk. Maar Timotheus, de eerste brief van Timotheus, ja, die is natuurlijk veel later geschreven. Ja? En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar eigenlijk niet aan gedacht heb, maar ik dacht dat de Timotheusbrief geschreven is in de tijd tussen dat hij na zijn eerste gevangenschap vrijgelaten is, want de tweede Timotheusbrief is geschreven in de tweede gevangenschap, hè? Want Paulus heeft 2 keer gevangen gezeten. Aan het eind van het boek Handelingen, dat hij was op weg naar Jeruzalem en toen werd hij gevangen gezet. En toen uiteindelijk is hij in Rome beland. Daar heeft hij 2 jaar gezeten. 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning, zoals hij in de Romeinen zegt. En daarna is hij vrijgekomen. En daarna is hij weer vrijgelaten, weer gevangen gezet. Dus nogmaals, ik dacht uit mijn hoofd gesproken, dus neem het niet voor. Maar volgens mij was het zo. Misschien dat iemand in zijn Bijbel dat kaartje. In vrijheid geschreven, kijk 1 Timotheus 3 vers 14. Ik heb het hier uitgedraaid hoor. Ja, deze dingen schrijf ik u hopende zeer haast tot u te komen, zegt hij. Inderdaad, dus dat geloven wij. Nou oké, okay, we gaan gelijk beginnen. En in vers 1, maar voordat we verder gaan wil ik eerst open in gebed. En vader, ik wil u vragen, danken dat we hier bij elkaar zitten. En we danken u vader door het bloed van de Heer Jezus, waardoor wij gereinigd zijn van al onze zonden en onze gerechtigheden. We zijn een nieuw schepsel, we zijn met u gestorven, begraven en opgestaan. En u bent onze God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, door wie wij al deze heerlijke dingen gekregen hebben. Onze zaligmaker, vader. Wilt u ons ook licht geven door die Heilige Geest waar Harry net over sprak? Dat die Geest ons leert, overtuigt, sterkt, Vader, en ook licht geeft op uw woord. Dat we ook dat van het woord vandaag weer mogen genieten, Vader. En dat vraag ik en dank ik in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Nou, vers 1, Paulus, een apostel van Jezus Christus. Ja, dat hoef ik jullie denk ik toch niet meer uit te leggen. Ja, dat weten wij, er gaat geen prediking van het woord voorbij of praten over een apostel Paulus. Ja? Je zou soms aan zeggen, als je slecht denkt, ze praten meer over Paulus dan over de Heer Jezus. Ja? Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar we praten wel over Paulus als de apostel van Jezus Christus. Hoe vaak zegt Mozes niet, ik zeg het niet goed, hoe vaak zegt de Heer Jezus niet, Mozes. Nou, ga maar kijken, het is heel veel. Hoor. Spreekt in verwijzing constant naar Mozes. Dat hij toch denkt, hij kwam toch in naam van de Vader, ja? Maar wie heeft Mozes nou geleerd in het Oude Testament? Wie heeft nou de dingen gesproken tegen Mozes? Dat is toch God de Vader? Dus als Mozes dat heeft gedaan en heeft opgeschreven, en Mozes was de leider van het volk Israël, en heeft het allemaal opgeschreven, en je verwijst naar Mozes, wat verwijs je dan in feite naar, toch? Naar de woorden van God die hij heeft opgeschreven, ja?
Zo is het gewoon. En dat is met de apostel Paulus natuurlijk precies hetzelfde. En Paulus is een apostel van Jezus Christus. En een apostel, die hoorde bij de grondlegging van wat God heeft geopenbaard voor deze wereld. Ja? Je hebt de profeten, maar apostelen zoals de 12, die hebben natuurlijk het evangelie aan Israël verkondigd. Ja? En dat was het doel, want waarom bestaat Israël toen? Niet omdat ze beter waren. Israël is ook, we hebben het hoe het gaat over de nieuw schepsel gehad. Ja? Ten opzichte van Adam, wij zijn een nieuw schepsel. En wij gaan helemaal terug naar Adam. Adam was in feite naar de zon, was natuurlijk het oude schepsel. Wij zijn allemaal naar het beeld van God gemaakt, toch? Maar toch dragen we eigenlijk het beeld van Adam. Voordat je gelovig wordt. En dan kom je opeens in Adam. En dan heb je, dan ben je in Christus. En dan ben je een nieuw schepsel. Verzoend met God. En omdat de nieuwe schepsel spreekt over Jood en Heiden in één lichaam. En dat is, waarom is dat nou? Dat daar zo de nadruk op gelegd wordt. Ja? Nou, omdat bij Adam ook bijvoorbeeld was er helemaal geen Israël. En het was alleen de mens, ja. En daarna kreeg je Israël in Genesis 12. En Israël is nu aan de zijkant. Dus nu hebben we het weer over één mens. Net zoals voor Israël had je de volkeren. Die waren afstammelingen van Adam. En nu in deze bedeling tegen Adam, omdat Israël aan de kant gezet is tijdelijk, let op, spreken we daarom ook weer in Christus weer over één mens, een nieuwe mens. En daarom moet Paulus ook wel zeggen, Jood en Heiden in één lichaam, dat noemt hij een nieuw schepsel. Je bent van Adam in Christus. Adam, de oude schepsel, in Christus ben je een nieuw schepsel. Dus je hebt alles met de bedelingen te maken. Zie je hoe belangrijk het is dat je het woord en waarde terecht snijdt? Dat je naar Paulus gaat luisteren. Want wat ik nu allemaal zeg, hè, dat komt allemaal omdat ik luister wat God zegt in zijn woord via de apostel Paulus. Anders zou je dat allemaal niet kunnen zeggen. Dan zou je het gewoon niet snappen. Nou, hij zegt, ik ben dus een apostel van Jezus Christus naar het bevel van God onze zalig maken. Naar het bevel van God onze zalig maken. Dus God heeft een bevel gegeven. En God heeft in het verleden, heeft hij natuurlijk, bijvoorbeeld in het Oude Testament, is Mozes geroepen. Ja? En Mozes, maar ik kon dat niet. En hij is 40, hij heeft eerst toen iemand doodgeslagen, weet je nog, in Egypte. Toen is hij de woestijn in gegaan. Is hij 40 jaar, is hij een beetje rustiger geworden. En toen kwam hij terug, toen was hij de zachtmoedigste van alle mensen, toen God hem gebruikte. Maar God heeft hem wel gebruikt op een grootse wijze. Hij heeft een volk van 2,5 miljoen. Heeft hij het land Egypte uitgeleid. En heeft hij alles moeten verduren. En hij was de zachtmoedigste van alle mensen. Ja? Maar hij heeft veel moeten verduren. Maar Mozes, God werkte via Mozes. En dan zie je later de 12, Abraham, Isaac, Jacob. En dan de 12. Dan heb je de 12 stammen. Nou, het volk Israël is eruit voortgekomen. En ze zijn in gevangenschap geraakt en uiteindelijk enzovoort enzovoort. En dan komt de Heer Jezus en dan kiest hij 12 personen uit. He? Discipelen die hij ook apostelen noemt. Dat lees je in Matthäus 10. Ja? De toekomstige regering van deze wereld. Ja? Zitten op de 12 tronen met de Heer Jezus Christus. Waar? In Jeruzalem. Jacob lag met zijn hoofd op die steen. En dan zag hij die engelen van de ladder op en neer dalen. En toen werd hij wakker en hij zegt, dit is de poort des hemels. Ja? Dus met andere woorden, hij weet, God gaat hier wonen in Israël. En van daaruit gaat hij het hele universum besturen. Ja? En het universum, wat is het universum? Nou, wij weten veel door de wetenschap tegenwoordig, door de Space Shuttle en al dat soort dingen. En je kan er films en foto's allemaal van zien. Dat we weten, er is heel wat daar. Maar het universum bestaat, als we het in de Bijbel zien, de hemel en de aarde. De hemelen en de aarde. Eerste hemel, tweede hemel, derde hemel. En de derde hemel die komt zo meteen op aarde, omdat God gaat hier wonen. Maar hij bestuurt dan vanuit Jeruzalem dat hele universum. En hier op aarde heeft hij zijn instrument, dus Israël. Heeft hij zijn regering. Zo kan je het zeggen. Wij hebben een regering in dit land. En je mag er denken van wat je wil, maar het is een regering, toch? Of je het nou mee eens bent, wat ze aan het rommelen nu zijn allemaal, met gedoe allemaal, om steun te krijgen. Maar het is wel de regering van dit land. En het is door de apostel Paulus. Er is ook een regering nodig voor in de hemelen. Want hij heeft alle dingen met zichzelf verzoend.
Alle dingen. Wat zegt hij in Colossense? Die in hemelen zijn, die zijn onzichtbaar. En die hier op aarde zijn, die zijn zichtbaar. En in de toekomst, ja, dat zijn die posities, de regeringsstructuren. Die heeft hij met zichzelf verzoend. En die gaat hij opvullen met zijn kinderen. Ja? En op de aarde is dat Israël. En die gaat dan de wereld regeren en de heidenen het heil brengen. En wij zijn nou in deze tijd, zijn wij de regering straks met Christus daar in de hemelen. Die onzichtbare wereld die je nu niet ziet. Dat is het totale plan eigenlijk in een notendop. Nou, de 12 apostelen hebben hier nooit van geweten. Nooit. Christus sprak er niet over. Iedereen krijgt van mij 1000 euro als hij dat kan bewijzen. Ja? Maar Paulus, één apostel, die heeft de Heer Jezus hier een bevel van God onze zalig maken. Dus in de evangelie heeft de Heer Jezus er 12 uitgekozen. Nou, de evangelie, we zijn nu bij de apostel Paulus. Die is geroepen. Wanneer kreeg hij dat bevel? Op weg naar Damascus in Handelingen 9. Nou, en als je teruggaat, Handelingen 9, 8, 7, dan komt bij Stefanus. En dat noemt Paulus de val van Israël. En Stefanus ook, hè, die ziet hem. En hij zegt, jullie zondigen altijd tegen de Heilige Geest. Wat heeft de Heer Jezus gezegd over het lasteren tegen de Heilige Geest? Is geen vergeving mogelijk. En toch, Paulus, in vers 12 zie je dat hij, in vers 13 zie je dat hij was een godslasteraar. Nou, daar komen we vandaag niet aan dat vers toe. Maar Paulus was natuurlijk, zat in het volk Israël. En het volk van Israël heeft als geheel de zonde tegen de Heilige Geest begaan. En toch is vader, en toen heeft God ingegrepen, ja. Niet per ongeluk, oh nu ga ik even wat anders doen. Natuurlijk niet, hij is alwetend. En dat moment is door God gebruikt. Christus kwam naar beneden en is hij teruggegaan. En toen kan je zeggen, en toen is hij naar beneden gekomen en is hij aan Paulus verschenen. En aan hem heeft hij geopenbaard, dat laatste facet wat ik net vertelde, alle dingen die in de hemelen zijn, die onzichtbaar zijn. Daar praten wij over. Daar praten wij over, omdat de apostel Paulus daar de openbaring van gekregen heeft. Je kan echt zeggen, een unieke openbaring. Uniek. Want als je het toch leest in Efeze, hij heeft het aan niemand geopenbaard. Het was geopenbaard pas aan Paulus. Het was verborgen geweest vanaf de grondlegging der wereld. Het is voor de tijden der eeuw is het door God natuurlijk bedacht, om het zo maar te zeggen. Om het dan na duizenden jaren pas aan Paulus te openbaren. En waarom? Waarom? Niet weet mag het zeggen. Iedereen weet het. Waarom heeft God het verborgen gehouden? Dat is misschien een betere vraag, ja. Ja, precies. Dat is het. Want wie zijn daar in die hemelse machten? Ja, precies. Satan en zijn machten. Ja? En dit evangelie openbaart dus zijn val in zijn totaliteit door de kruising. Omdat wat daar in de hemelen is, ja, dat zijn wij, worden daar geïnstalleerd. En dat is de wijsheid van God. En daar is Paulus, of heeft God het dus verborgen gehouden en pas heeft hij het kunnen openbaren aan apostel Paulus later. Nou, en in die tijd leven wij nog steeds in de bedeling der genade. En dat is ook wat hij tegen Timotheus zegt, en die weet dat natuurlijk, want Timotheus is veel met Paulus opgetrokken. Hij zegt ook, naar het bevel van God onze zaligmaker. Het is het de wil van God geweest, hoor. Het was toch niet bepaald de wil van Paulus, toch? Ja, hij was op weg naar Damascus om heel andere dingen te doen, hoor. Ja, hij ging daar om, nou, hij had een brief, hè, van de autoriteit meegekregen, moet je nagaan. Krijgt dus een brief. Dus die autoriteiten in Jeruzalem hadden macht, hè. Want hij kreeg daar, hij vroeg een brieven waarin hij toestemming kreeg om daarheen te gaan. En om daar met hun toestemming, om daar huis te gaan houden. En de Joodse broeders, naar het vlees, maar dan ook in de geest. Nee, ik zeg het niet goed. Om zijn Joodse broeders, ja, in het vlees, maar die dus de Messias hadden aanvaard, om die ter dood te brengen. Of gevangen te nemen en terug te brengen. En dingen te lasteren en dat soort dingen. Dat was Paulus. Ja? Dus hij was, een hele andere plan had hij. En God heeft hem, op dat moment heeft hij hem geroepen. En dat zegt hij hier ook.
En heel anders als de 12 apostelen. Als je denkt, hoe zijn de 12 apostelen nou geroepen? Nou, de Heer Jezus zegt, kom, volg mij. En ja, we hebben gevonden, zegt Nathanael, de Messias. Of dat zei hij tegen Nathanael. Die zegt toen nog ook nog van, kan er iets goeds komen uit Nazareth? Uit Nazareth, daar de Galilee, daar kan toch niks goeds vandaan komen? Ja, daar is wel de zaligmaker geboren, ja. Nee, in Bethlehem geboren, maar daar woonde die wel. Maar dat zie je helemaal niet. Er was er één, die was fout. Dat was Judas. En die is ook uiteindelijk natuurlijk weggegaan. Maar die 12 apostelen, nou, zover als ik weet, nou, de 11 kan ik dan zeggen, Judas uitgesloten, maar dat waren toch niet van die vervolgers van mensen en lasteraars en allemaal dat soort dingen wat je bij Paulus leest. Paulus is eigenlijk dat je zegt van, nou, dat had toch nooit iemand gedacht dat hij zo'n apostel een spreekwijs van de Heer Jezus zou worden. Ja, dat is juist het mooie. Daarom is hij ook geroepen. He, want dat zien we ook staan in vers 16. Daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus, kijk waar, in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld. Degene die in hem geloven, zullen ten eeuwige leven. Dus Paulus is het voorbeeld van elke zondaar in deze wereld. De grootste zondaar, moordenaar, wie het ook is. Ja? Is Paulus een voorbeeld van Gods genade. Dat je gewoon door het geloof, uitsluitend door het geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Alleen geloof. Dat je daardoor gered wordt en een eeuwig leven krijgt. Hoef je verder niks voor te doen. Dat is toch fenomenaal? De schepper van de hemel en de aarde. Als je kijkt, ja, nou is het slecht weer. Maar ik geniet nog dagelijks van de schepping. En dan geniet ik ervan en denk ik, dat ik die schepper mag kennen. Als je ziet hoe groot het allemaal is. Wij zijn vrijdagavond naar die film geweest van de Oostvaarderplassen. Nou, dat is aanrader hoor. Dat is echt mooi. Heb je hem ook gezien? Nou, en dan zie je dat. En dat is dan eigenlijk de natuur, vind ik, in het klein, in zo'n landje als wij. Dat is bijzonder als je het ziet. En dan zie je hele herkenbare dingen. Kijk, je ziet geen prachtige tropische vogels zoals je met andere natuurfilms ziet. Of andere grote roofdieren. Maar je ziet toch een zeearend, die is ook weer terug. Maar het gaat mij er meer om dat je denkt, als je ziet hoe fenomenaal dat allemaal in elkaar zit. En dat hij dat gemaakt heeft. Dat is zo groot. De aarde, het universum. En ik mag die schepper kennen. Persoonlijk. Want hij, die schepper, is vlees geworden. Is gelijk aan ons geworden. Alleen zonder zonde. En hij heeft het mogelijk gemaakt dat wij ellendige zondaars, ja, die alleen maar één ding verdienen, de hel, dat hij ons redbaar gemaakt heeft. En dan ook niet eens alleen red, maar ook of je nou recht snijdt of niet. Wij weten het gelukkig. Maar dat hij die persoon uit de ellende haalt en dan een positie geeft daar in de hemelen. Waar ik nu zeg van, want wie fascineert het universum niet? De Space Shuttle en NASA, die zijn alleen maar bezig om te ontdekken, ja, niet hoe groot het allemaal is. Ja, hoe groot. Maar om te ontdekken of daar leven is. Want dat is eigenlijk het enige waarom ze er bezig zijn. Is daar wat te vinden? Misschien vinden we wel leven. En dan kunnen we gaan verklaren waarom dit allemaal bestaat. Nou, dat heb ik niet nodig. Maar ik ben wel door God daar gezet. Wat nu niet kan. Maar straks zullen wij daar functioneren. Is trouwens ook de duisternis en alles weg. Fascinerend. Nou, oké. Dat is die God, ja, en het noemt hij hier onze zaligmaker en van de Heere Jezus Christus die onze hoop is. En dat is ook fascinerend, zaligmaker. Zaligmaker, wie is onze zaligmaker? Ja, het staat God, toch? Ja, maar inderdaad, strikvraagje, want hij zegt natuurlijk Christus. Zeer zeker. Maar wie heeft nou de zoon naar de aarde gestuurd? Zijn zoon. De Vader, God, hè? Hij heeft daar van tevoren dat plan bedacht. En dan zien wij, dan stapt de Heer Jezus naar voren. We hebben vorige keer ook gelezen in Hebreeën, dacht ik. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Gij hebt mij het lichaam bereid. En hij heeft een lichaam gekregen. God heeft de maagd Maria bevrucht op bovennatuurlijke wijze, hè, door de Heilige Geest. En is de schepper, is het te begrijpen dat een zaadcelletje, of nee, dat kan ik ook niet zeggen, het is door de Heilige Geest, is Maria bevrucht.
En daar is onze zaligmaker uit geboren. Dat is onvoorstelbaar. Daarom, niemand kan het begrijpen. En de godheid van de Heer Jezus Christus proberen ze allemaal te ontkennen. Ja, en daar gaat de strijd om. Niemand kan het begrijpen, maar daarom is er, ook maar één van. Dat is, Christus is de unieke persoon waar er geen twee van zijn. Daarom is hij ook de enig geboren zoon. Hè? Komt er niet na nog eentje erna, hoor. De enig geboren zoon. De unieke persoon. Hij is 100% God en hij is 100% mens. Onvoorstelbaar. Nou, God onze zaligmaker. Maar we zien dat zaligmaker, als je het openslaat, als je het opzoekt in de Bijbel, dan zie je het in Lucas, Matthäus, de evangelie, zie je zaligmaker. En dan zie je het elke keer gebruikt voor God. Israël sprak, als je spreekt over God in het Oude Testament, zegt Israël God onze zaligmaker. Ja, Christus was toen nog niet geopenbaard. In de evangelie spreek je over God onze zaligmaker. Je ziet ook, Jezus is de zaligmaker. Hij zal ons zalig maken van onze zonden. En dan ga je naar Paulus en zie je het ook staan. Even naar de Titus gaan bijvoorbeeld. In Titus staat het heel veel. Nou, kijk, in Titus 1. Dan zie je, kijk, vers 3 en 4. Namelijk, zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is. Naar het bevel, kijk, heb je het weer. Naar het bevel van God onze zaligmaker. Aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Dus je ziet hier in vers 3 en 4, God onze zaligmaker en Jezus Christus onze zaligmaker. En als je kijkt naar bijvoorbeeld in vers 10, 2 vers 10, God onze zaligmaker. Ja? En in 2 vers 13 zie je, o onze grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Nou ja, en dan zie je in 3 vers 4 zie je ook weer, God onze zaligmaker. En in vers 6 zie je, Jezus Christus onze zaligmaker. Is Jezus God of niet? Toch? God is onze zaligmaker. Inderdaad, tegen Timotheus zegt hij dat, hij is natuurlijk de bron. En kijk, als je verder gaat, en van de Heere Jezus Christus die onze hoop is. Kijk, en dan zeg ik, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Christus is toch de hoop, de heerlijkheid. Christus is de hoop op de zaligheid. God is onze zaligmaker, zegt hij hier. Maar denk erom, hoe word ik zalig? Er is maar één weg, één manier, dat is via de Heere Jezus Christus. Dat is de hoop en dat is mijn hoop. En ik heb die hoop gelukkig. En hij is mijn hoop. Ja, dat is hij in mijn dagelijkse leven nog steeds. Want hij is ook mijn verwachting. Ik verwacht hem elke dag dat hij komt. En dan moet je ook goed opletten. Als Paulus zegt, Christus is ons hoop. Christus is natuurlijk niet alleen de hoop van het lichaam van Christus. Christus is ook de hoop van het volk Israël. Ja, Israël moest ook zalig gemaakt worden van hun zonde. En daar spreekt Jesaja 53 ook over. En die is voor de zonde van het volk gestorven. En de hoop, ja. Als je sterft voor je zonde, ja, is dat voldoende? Hij moet ook opstaan uit de dood. Ja? Dus de opstanding, ja. Ja, dat is het toch? Dat hij is opgestaan uit de dood. Dat is toch onze hoop dat hij, Christus, in Christus ben ik met hem opgestaan ook. En dat is de hoop voor het volk Israël ook hoor. Want zonder de opstanding gaan zij ook het koninkrijk niet in. De opstanding van de Heer Jezus is het bewijs dat hij alle zonden echt uitgeboet heeft. Als er maar één zonde was, die de Heer Jezus niet heeft gedragen, dan was hij niet opgestaan. En God heeft hem opgestaan, heeft hem doen opstaan, omdat hij, Christus, omdat dat offer was dus een volmaakt offer. Daarom is hij opgestaan. Dit offer van hem heeft alle zonden kunnen wegnemen. En hij heeft niks gedaan, toch? De Heer Jezus heeft niks gedaan. Hij is tot zonde gemaakt. En hij heeft het betaald. En God zag dat het goed was, dat offer. En heeft hem toen na 3 dagen opgewekt. Natuurlijk na 3 dagen, niet gelijk. Want dan is hij waarschijnlijk niet echt dood geweest. Maar hè, dat zou dan gezegd worden. We hebben ook steen voor het graf gedaan. Hè. En ze dachten, hij heeft dat gezegd. Nou, voor de zekerheid doen we toch maar een steen ervoor. Ja. Omdat ze misschien dan niet weg zouden halen. Maar hij is niet weggehaald. Hij is 3 dagen heeft hij daar gelegen. Morgens dood. Ziel en de geest van het lichaam verlaten.
Nou, en dat is de hoop in hem. Want kijk, Lazarus is ook opgestaan uit de dood toen de tijd. Maar die is wel dood gegaan. Hij had nog niet het leven van Christus in zich. Wat wij wel hebben. Het leven, het opstandingsleven. En dat komt pas nadat hij zelf is als opgestaan. Dus ik heb eeuwig leven. En de hoop hierop, dat is de Heer Jezus Christus. En dan schrijft hij aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Ja, een oprechte zoon, wat bedoelt hij daarmee? Nou, wat is als iemand oprecht is, dat betekent, als iets oprecht is, dat betekent het is waar. Ja? Mijn zeer geliefde zoon, kan je wel zeggen. En hij zegt dat ook tegen Timotheus. Dit is natuurlijk een hele persoonlijke brief. Kijk, als je naar Efeze schrijft, schrijf je naar een gemeente. Of naar de gelaten gemeenten, of Romeinen in Rome. Maar dit is een hele persoonlijke brief aan Timotheus. Die hier in Efeze is. En die daar de gemeente moet leren en dingen bijbrengen. En er staat ook, nou dat gaan we zo meteen zien, maar mijn oprechte zoon in het geloof. Ja, Timotheus is... Want Timotheus heeft ook alles gedaan voor het evangelie. Ja, ik bedoel... Kijk, als iemand nu zegt, ja, je moet gedoopt worden als getuigenis naar, ik noem maar wat. Als getuigenis naar christenen, laat je dopen. Dan zeggen we, ja, dat doe ik wel. Maar als nou de vraag, je moet je wel besnijden op 40-jarige leeftijd of 50-jarige en Timotheus was wat jonger, als getuigenis, dan wil ik nog wel eens zien wie dat doet hier, ja, in de wereld, ja. Maar Timotheus deed dat en het hoefde niet, hè. Want Paulus leert juist, nee, niet besnijden. Er kwam een hele commotie om, toen de tijd in de Antiochieën. Er kwamen mensen die zeiden, je moet besnijden worden, anders kan je niet zalig worden. En gelijk, een hele toestand. En toen is Paulus naar, door een openbaring, is hij naar Jeruzalem gegaan. En later, toen hij weer uit Jeruzalem verder ging reizen, toen kwam hij bij, ik geloof dat het Derbe was, dat Timotheus was. En daar kwam hij Timotheus tegen. En die had al een goed getuigenis. En die had een moeder die geloofde. Die had een oma die geloofde. Dat is belangrijk. Ja? Dat je gelovige... zijn vader was dus niet gelovig. Dat geloofde niet, hij was een Griekse vader. Maar die Timotheus is dus opgevoed in het geloof. Door zijn moeder en zijn oma. En dat was ook iemand die was begeerig. Om meer te weten. En die heeft geloofd wat Paulus zei. En Paulus zei, ik zou graag mee willen nemen. Die zag... De kwaliteiten van Timotheus en waarschijnlijk ook zijn, ja, de keuze die hij maakte, hè, van ik wil de Heer dienen. Ik wil dit evangelie, ja dat wil ik ook verkondigen. En als getuigenis de handelingen toen de tijd, naar de Joden toe, wat was de getuigenis naar de Joden toe? Want hij wilde hun jaloers maken, de Joden toch? Want het volk Israël was gevallen. Maar in die reis al die tijd, in de synagoge, wilde hij toch nog proberen om Joden uit die gevallen generatie, om daar toch nog enig uit hen toch tot het geloof te kunnen bewegen. En dan een Jood kijkt naar een teken. Toen de tijd, nu weet je, nu kan je leren, er zijn geen tekenen meer. Maar toen nog wel, die overgang. Dus had je tekenen van wonderen, genezingen, tongen spreken. Nou, en toen ook... teken, het besnijden is natuurlijk het teken van het verbond van God met Israël. Hè? Abrahamitisch verbond. Maar om geen aanstoot te zijn voor de Joden, heeft Timotheus dat gedaan. Voor de Joden, om die te kunnen bereiken. Nou, dat is toch een getrouw iemand. Dat is toch iemand die heeft een hoop over voor de boodschap, hè? Lijkt mij, als ik dat zo lees. Dat is dus Timotheus, mijn ware, mijn oprechte zoon in het geloof. Natuurlijk niet echt zijn zoon, maar in het geloof. Hij was de geestelijk vader van Timotheus. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heer. En dan begint ook zijn brief met genade, barmhartigheid en vrede. Wat valt hier op als je dit ziet staan hier? Vergeleken met alle andere brieven de aanhef. Hier staat het woordje barmhartigheid bij. En weet je waar het ook staat? Ook bij Titus. En ook bij de twee Timotheus. Waarom? Waarom? Waarom staat het daar niet bij de gelaten, de Efeze en de Colossense? Hebben die geen barmhartigheid nodig? Ja, natuurlijk wel. Maar hij bidt hier Timotheus genade en barmhartigheid en de vrede van God toe. En waarom?
Ja, dat staat hier ook. Hoe wordt deze brief ook al genoemd? Een pastorale brief. Dus Paulus schrijft die persoonlijk aan Timotheus. Nou, we weten apostelen, dat waren ook mede-ouderlingen. En we zien in vers 3 ook dat Paulus had aan Timotheus bevolen in Efeze te blijven. Daar was hij. En Efeze was dus een gemeente. En Timotheus is dus een ouderling in die gemeente. En hij is ook een apostel, dus hij heeft de hoogste autoriteit. Daar. Wat heb je nou nodig? Ja, en dan schrijft hij van alles in die brief. Dit gaat heel duidelijk in Timotheus zijn instructies. Hoe je een plaatselijke gemeente dient te besturen. Wat de regels zijn. He, ouderlingen en diakenen bijvoorbeeld. He, geef je aan. Hoe ga je met. Wat doe je met vrouwen? In de gemeente, mogen die leren? De mannen, het bidden bijvoorbeeld. Wie doen dat? De weduwe, al dat soort dingen. Allemaal vragen waar je voor komt te staan als je een organisatie hebt. Dit is de plaatselijke gemeente is een bijbelse, de enige organisatie waarvan ik zeg, die is bijbels. Ja? Er zit een hele grote organisatie in de wereld, dan moet je afvragen, is dat bijbels? Plaatselijke gemeente is een bijbelse organisatie. Maar dan moet je wel, dat heeft je dan eenmaal voorstellen, heb je bepaalde regels nodig, anders wordt het een chaos. Kan niet zeggen, ja, de Heer die zorgt dat het allemaal lekker loopt. Nou, ja, daar kom je wel achter, ja. Met de mensen die allemaal zonder de natuur naar binnen lopen. Ja, dat is gewoon zo. Nou, dus aan hem schrijft Paulus genade naar God. Wat heb je nodig als je zeg maar. Nou, je bent bijvoorbeeld daar de voorganger van die gemeente, de herder, laat ik het zo zeggen. Ja, nou, wat komt er op je af? Ja, dat hebben wij in het klein hier ook. Maar wat denk je als je wat groter bent? Wat er dan op je afkomt. Dat hoor ik vanuit Amerika ook wel eens. Dat sta je als met je oren te klappen hoor. Dat je echt niet kan. Dat je bedenkt. Ik ben toen bij Richard Jordan natuurlijk in huis geweest. En bij Ivan Burger. En bij diverse voorgangers ben ik in huis geweest. En de laatste keer bij Ray. En dan ook bij Des. Nou, daar heb ik ook dingen gezien en gehoord. Maar dat waren grotere gemeentes. Dus hoe meer mensen, hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Maar ook hoe meer mensen met een zonnige natuur. En niet iedereen die is geestelijk. En er kunnen wrijvingen ontstaan. Dus als een herder heb je natuurlijk wel. God geeft genade voor elke situatie. Wat is genade eigenlijk hè, in dit geval? Nou, genade is genade om te sterven. Het is genade om te dienen. Genade in alle situaties. Dus de gunst van God, ja, zeg maar. Die achter je staat. En die jou wijsheid geeft vanuit zijn brieven. Wij hebben het allemaal niet verdiend. Maar zijn brieven, hè, dat zijn toch, is toch de zaligmakende genade God, wat er allemaal in beschreven staat, is voor ons hoe wij in het leven dienen te staan, maar ook met elkaar omgaan. Ja? En God geeft genade, ja? Maar ook barmhartigheid voegt hij eraan toe. En wat is barmhartigheid? Nou ja, we denken natuurlijk aan de barmhartige Samaritaan bijvoorbeeld. Barmhartigheid is erbarmen hebben. Je krijgt met situaties te maken. Ja, als een herder, dat jij, ja kijk onder de wet kan dat gewoon tak, 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 tak zijn, toch? Maar we leven nu in de bedelende genade, ja? Dus we naderen de mensen altijd met genade, ja? We accepteren iedereen zoals die is. Maar ja, het zal niet altijd even makkelijk zijn. En je komt ook een situatie tegen dat je als een herder moet die zich ook kunnen invoelen, ja, in andere mensen. Niet gelijk van, ja, dat deugt niet, dit niet, dat niet. Nee, hoe komt dat iemand, wat is er aan de hand? Ontferming dus. Ik vind een mooie tekst, kijk met mij even in Matteüs 20 vers 34. Matteüs 20 vers 34. En dat is natuurlijk, Matteüs 20 vers 34, over de Heer Jezus. En dat is de Heer Jezus, zonder zonnige natuur. En Paulus zegt ook op een gegeven moment, ik bid u door de ontfermingen van en langmoedigheid van de Heer Jezus. Hè? Dus Christus in Paulus, maar Christus woont ook in mij. Ja? En Matteüs 20 vers 34, wat zien we daar staan? En Jezus innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid. Zie je, barmhartigheid is een innerlijk bewogen zijn. En wat zag hij? Hij zag die twee blinden. Ja? En die riep hem toe in vers 31, ontferm u onze heren, gij zonen Davids.
En de Heer Jezus is innerlijk bewogen. Barmhartige Samaritaan, die was ook bewogen met het lot van die ander. Lucas 1 vers 78 bijvoorbeeld. Dat is ook even een mooie tekst, om de einde staat natuurlijk veel meer in, maar dit vond ik twee mooie teksten wel. Lucas 1 vers 78. Dat is Zacharias, hè, de vader van Johannes de Doper. En die zegt in vers 76 spreekt hij over Johannes de Doper, wat hij zal gaan doen. Hè. Hij gaat de Heer Jezus aankondigen. En in vers 77, om zijn volk, het volk Israël, kennis der zaligheid te geven in vergeving hun zonden. Door de innerlijke beweging der barmhartigheid onze Gods. Zie je het? Dan heb je ook weer die innerlijke beweging van de barmhartigheid van God. God is een barmhartig God. Hij is een genadig God. Hij is ook een barmhartig God. God die heeft ontferming. Ontfermen met ons. De zonde maakt alles kapot, hè? Alles. Oh, je ziet wat er mogelijk is. Het is verschrikkelijk gewoon. Wij zien wel misschien wel eens denken dat je denkt, nou, dat iemand dat kan doen, hè? Dat iemand een ander vermoordt. Maar ja, wij hebben die zondige natuur ook in ons, hoor. Wij kunnen het ook, hè? Ik denk wel, ik niet. Nou, wij kunnen het allemaal, hoor. Wij kunnen het, door die zondige natuur. Maar God heeft dus erbarmen, hij heeft innerlijke bewogenheid met de mensen die in zonde gevallen zijn. En hij, wat wil hij? Hij wil dat alle mensen zalig worden. Waarom wil hij nou dat alle mensen zalig worden? Omdat hij innerlijk bewogen is. Hij heeft Christus aan het kruis geslagen toen wij nog zondaars waren. En wat zegt Paulus in dat vers? God heeft wat bewezen? Zijn liefde heeft hij bewezen door aan het kruis, dat is dus de krachtigste boodschap van wat liefde is, dat hij zijn leven heeft gegeven voor zondaren. Dat kan alleen als je liefde hebt. Dus hij accepteert ons volledig zoals wij zijn. Wij ellendige zondaren, gewoon vijanden van God eigenlijk. Maar hij houdt van ons om wie wij zijn. En hij wil ons redden. Nou, maar stel je voor, als je nou even denkt voor het kruis. God is innerlijk bewogen. Zou hij ons zo kunnen redden dan? Nee. Dat is nou, daar is het kruis voor nodig. De genade. Dus iemand in de gevangenis, die kan hier een beroep doen. En dan kan die gratie krijgen. Het heet dan gratie. Nou, volgens mij komt dat van gracieus, gracieus, gracious, grace, van genade. Inderdaad, een gevangene krijgt, hij mag de gevangenis uit. Maar wanneer, dan krijgt hij dus vroegtijdig, krijgt hij gratie bij de koningin. Maar krijgt iedereen dat? Als iemand zich misdragen heeft in de gevangenis, gewoon, altijd, krijgt hij dan gratie? Antwoord is nee. Als hij goed gedrag heeft vertoond, hè. Tenminste, zover als ik weet, hoor. Volgens mij zo, anders krijg je het niet. Je krijgt ook wel eens vervroegd dat je eruit mag als je goed hebt gedragen. Maar, is dat ware genade? Nee. Nee. Want genade kan alleen, God kan alleen zijn barmhartigheid uitoefenen door genade, maar het moet een genade zijn. En nou gaan we naar Jesaja. Jesaja, ik heb Jesaja juist uitgelezen en dan lees dat en dan komen er weer dingen dat je denkt, hé. En ik heb toen Jesaja 5 of 26 gelezen, ja, 26. En dan zie je iets moois staan. En zie je in Jesaja 26 vers 9. Met mijn ziel, bladzijde 779, met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Ja. Als God niet gaat gericht uitoefenen, gerechtigheid gaat oefenen, dus gaat straffen wat kwaad is, want dat is gerechtigheid. Dat is betekent dat je het goede beloont en het kwade straft. Dat is gerechtigheid. Daar zit het woordje recht, woordje richten in. Als je dat niet doet, hè, dan is er geen gerechtigheid. En God is gerechtigheid. En wat staat aan het volgende vers?
Wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land en hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Zie je? Dan ziet hij, kijkt hij niet de hoogheid des Heren, daar heeft hij geen ontzag voor. Maar wat staat hier erg, heel belangrijk, met genade? Als je de goddeloze genade bewijst, dan leert hij geen gerechtigheid. Dan zeg je, hey Jan, God heeft toch genade bewezen? En de... Ja, hoe? Door het kruis. Als jij gewoon iemand genade schenkt, zoals wij, wat ik dat voorbeeld ik net aangaf. Ja, iemand gewoon genade schenkt. Oké, je komt vrij, je verdient eigenlijk nog 20 jaar te zitten. Of, laten we zo zeggen, je verdient eigenlijk de doodstraf. Maar, goed gedrag, nou, we zien er vanaf, je krijgt gratie. Je krijgt niet levenslang. Je krijgt dan levenslang bijvoorbeeld. Of je mag er misschien eerder uit. Ik noem maar een voorbeeld. Is dat gerechtigheid? Nee. Is dat genade? Nee. Waarom niet? Ja, men zegt het zo, omdat het is genade zonder gerechtigheid. Weet je wat het is? Want wie betaalt dan die straf? Hij heeft misschien bijvoorbeeld, hij zal je kind vermoord hebben. En hij verdient de doodstraf. En die krijgt hij niet. Ja, hij heeft 10 jaar gekregen, dan mag hij vrij. Of 10. Zoals die Volker van de V. Nou, van de graaf. Nou, dat is al nu al in beweging, dat er komen mensen in opstand en zeggen, ja, dat is geen gerechtigheid. Sowieso niet. Ik vind ook, hij had de doodstraf moeten krijgen. Iemand die helemaal zo koelbloedig vermoord. Ja, bewust. Maar kijk, dus gerechtigheid zou zijn dat hij... Nou, en als er dan iemand opstaat... En die zegt, nou weet je wat, ik sterf voor die persoon. Ja? Dus ik krijg de doodstraf. Nou oké, okay. Dan zeg je, dan kan je hem vrijlaten. Want dan is die straf toch betaald. Is die straf voor die moord die hij begaan hebt op jouw kind bijvoorbeeld, die is dan toch betaald. Maar goed, bij God kan dat nu niet, omdat alle mensen verdienen namelijk die straf. Kijk, en nu gaan we naar Romeinen 5. Ik hoop dat we hier daardoor weer wat meer licht op de genade krijgen. Want genade kan natuurlijk niet zonder gerechtigheid. Want dan krijg je dus dit, hè. Oh, God, die ziet dus wat een beetje door de zonde, zo. Ja, een paar zonden, nou ja, oké. Dat krijg je dan. En dan zie je de hoogheid des Heren niet aan wat we net lazen. Dus wat zegt Paulus in Romeinen 5? In vers 20... Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Zeer zeker, ja. De zonde was op zijn top. Paulus zegt, ik was de voornaamste der zondaren. En dan, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade, kijk, zou heersen hoe? Door rechtvaardigheid tot het eeuwig leven, door Jezus Christus onze Heer. Zie je dat? Zie je de link samen met wat we net in Jesaja lazen? We hebben niet zomaar genade hoor. De genade heerst door rechtvaardigheid. En dat is door het kruis, door Golgotha. En dat is zo fantastisch dat Paulus dat daar opschrijft. En daarom mensen die ook zeggen, als wij de genade verkondigen. We gaan naar 1 Timotheus weer terug. 1 Timotheus. Die zeggen van ja... Ja, mooi, mooi verhaal, jullie met je genade. Ja, al je zonden zijn vergeven. Ja. Alles, wat je ook doet. Al zou je bij wijze van spreken gewoon moord begaan. Iemand die de genade begrijpt. Iemand die begrijpt dat de genade heerst door rechtvaardigheid. Als die dat begrijpt. En je zegt tegen hem, dus als ik een moord bega, dan ga ik toch naar de hemel. Iemand die de genade begrijpt en de rechtvaardigheid, die zegt onmiddellijk ja. Die zegt zonder na te denken ja. Ja? En als je het niet begrijpt, dan ga je nadenken. Is dat zo? Ja? Want precies, het kruis is het bewijs van Gods rechtvaardigheid. Ja? Het kruis staat daar, ja, en Christus hangt daar met twee armen. En één links, die neemt het aan en rechts... Die neemt het niet aan, ja. Het is geloof natuurlijk. Maar daar zie je hoe God kijkt tegen de zonde van de wereld. Maar je ziet ook gelijk hoe God ermee afgerekend heeft.
En dat hoef je alleen maar door het geloof te aanvaarden. Dus daarom, genade, het is inderdaad, het is gratis, maar het is niet goedkoop, maar het is wel rechtvaardig. En ik begrijp dat, want hij heeft al mijn zonden vergeven en er is niet één zonde, want zijn zoon heeft inderdaad, als je dat voorbeeld van die doodslag net aanhoudt, ja, hij heeft voor mij die straf, hij is voor mij aan het kruis gegaan en Gods rechtvaardigheid is absoluut niet tekort gedaan. Integendeel, in Romeinen 3 zegt hij zelfs, dat, nou, bij ons staat tot een verzoening, ja, dat wil zeggen, het is een genoegdoening voor God geweest. Zijn eis van rechtvaardigheid eiste dat die prijs betaald werd. En Christus is de enige die die prijs kon betalen en betaald heeft. En dat is zo mooi, dat wij kunnen daarom, er is ook gelijk iemand die ook weet dat hij verlost is van de zonde, of dat je met iemand te maken hebt die naar de kerk gaat. Want iemand die dat weet, die is blij. Dus praat je over de Heer Jezus en dan, ja, maar is al mijn zonden zijn vergeven. Daar word je toch blij van? Die gelaten, daar komen zo meteen, die waren heel blij met Paulus. Al je zonden zijn vergeven, die last is weg. Hij heeft het aan het kruis gedaan. Dus nogmaals, genade en dan barmhartigheid, ja. Vrede zij van God, onze Vader, en Christus Jezus, onze Heer. Dus met andere woorden, die barmhartigheid, ja. Je hebt barmhartigheid nodig als herder. En wij onderling hebben dat natuurlijk ook nodig, natuurlijk. Maar hij spreekt die tegen Timotheus. En je krijgt met allemaal mensen te maken in, ja. En dan heb je barmhartigheid, innerlijke bewegingen van wat wij met de Heer Jezus ook zagen. Van barmhartigheid. Dat is een herder, ja. Een pastor, ja, zeggen ze. Een voorganger, hoe je het ook noemen wil. Het is een persoonlijke brief. En dan vrede zij u van God onze Vader en Heer en Christus Jezus onze Heer. Nu spreekt hij over God onze Vader. Hij zegt niet God onze Heer. Dat hoor je ook nog wel eens, hè? De Heere God. Dat klinkt al heel eerbiedig en mooi. Maar dat deugt niet. Want God heeft hem tot Heere en tot Christus gemaakt. Alle naam zal, alle knie zal zich buigen voor hem. Ja? En belijden dat Christus wat is? De Heere. En de ongelovigen zullen moeten erkennen dat hij de Heer is. En wij zeggen natuurlijk, mijn Heer. Mijn Heer. En dat is hij ook. Christus Jezus, onze Heer. Dus wij spreken over onze Heere Jezus Christus. En via Christus is God onze Vader. En in vers 3, gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zou blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog. Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting God die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed conscientie en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommige afgeweken zijn, hebben zich gewend tot ijdelspreking. Ik dacht eigenlijk tot en met vers 11 vandaag te doen. Maar dat is niet gelukt. Maar vers 3, hè? Misschien is dat mooi om over na te denken deze week. Dat hij zegt, ik heb jou vermaand in Efeze te blijven. Denk eens over Efeze na. Als je denkt over Efeze, dan lees je, nou, je ziet het woordje Efeze staan. Maar eigenlijk moet je gelijk terugdenken. Efeze, waar ligt dat? Waar kan ik dat vinden in Handelingen? Wat is daar gebeurd? Weet iemand zomaar even wat, hé, dat is er gebeurd. Bijvoorbeeld in Handelingen. Diana, met die zilversmid, dat is één. Nog veel meer hoor. Heleboel. Die 12 Joden die hij daar vond, hij kwam te Efeze en die zei, we hebben helemaal niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En dan krijg je op een gegeven moment iemand, dat er was een duivel, een demon, ja, een demon, of hoe zeg je het, een duivel. En dat waren ook Joden en die duivelskunstenaars. En toen werden die besprongen door die duivel en die vluchtten half ontkleed het huis uit. Dat soort dingen gebeurden. En er was een enorme bediening, want allen in Azië hoorden van, want Paulus deed buitengewone krachten en tekenen, zodat wel ze zweetdoeken van hem mensen genas, zodat iedereen in Azië daarvan hoorde. Dat gebeurde allemaal. Een enorme bediening. Daarna heeft Epaphras het ook gehoord. En die is toen weer teruggegaan. Die heeft in Colosse verteld, dat was daar in de buurt.
Dus dat is Efeze. Maar ook die enorme opstand. Dat ze, hoe lang riepen ze? Diane is 2 uur lang, geloof ik, toch? Riepen ze dat? Was het 2 uur? Toch het wel, toch? Nou, kijk maar even naast je deze week. Hoor ik het volgende week wel. Maar dat, en daar was Timotheus. En lees je, later spreekt hij de ouderlingen van Efeze. Laat hij ze komen. Waar Paulus zegt, ik ga niet naar Efeze. Want ik ga door, ik moet naar Jeruzalem. Dus nodigt hij alle ouderlingen uit. En wat zegt hij tegen die ouderlingen? Er zullen wolven binnenkomen. In schaapskleren. Die zullen hier de boel op zijn kop gaan zetten. En er zullen ook van binnenuit zullen mensen opstaan die zullen dingen gaan zeggen die niet deugen. Als ik daar aan denk, dat is de laatste keer. En dan kom je op een gegeven moment bij Paulus. Aan het eind in Handelingen zit hij in de gevangenis. Wat heeft hij in de gevangenis gedaan? Heeft hij de brief aan de Efeze geschreven? Een juweel van een brief, toch? Een kroonjuweel over het lichaam van Christus. Wij die zijn de gemeente zijn, zijn lichaam, die ons een, daar schrijft hij over die plaats in de hemel gezet. Geweldige brief, toch? Een geweldig schrijft hij aan de Efeziërs. Maar in die Efeziërs zegt hij ook tegen hun van, ja, je moet niet wandelen als de andere heidenen, hoor. En dan kom je hier. En dan zie je tegen, zegt Paulus in Efeze, of zegt hier in vers 3, dat hij moet bevelen dat sommigen geen andere leer leren. Dus er worden, waar hij toen in Handelingen al voor waarschuwde, en ook een geweldige brief later heeft geschreven, nu schrijft hij aan Timotheus, hij blijft daar en beveelt dat anderen geen andere leer leren. En dat zien we ook later zo meteen ook gebeuren, dat gebeurt. Ja, hij had het al voorzegd, hè? Het was hier, gebeurt het. En wat lees je dan in zijn tweede brief van Timotheus? Allen die in Azië zijn, hebben mij verlaten. En wat ligt in Azië? Efeze. Zo kan het gaan, hè? Zo kan het gaan. Dus daarom zegt hij ook niet voor niks, waakt. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en de overheden. En daarom schrijft hij die brief, hè, wat wij net hebben gelezen, vers 3... Ja, vooral de kern, geen andere leer leren, want voor je het weet is je gemeente opgeblazen. Dat andere dat je dat toestaat. En dan gaat hij ook schrijven hoe je dan moet functioneren met elkaar in de gemeente. Zodat je dat beschermd bent, dat je, ja, dat we staan in het geloof. Goed, dat is dus een beetje de les die we gaan leren met de brief van Paulus aan Timotheus. Zo weinig in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag, dank u voor uw genade. Vader, we danken u voor die genade. Dat is zo geweldig. Dat we weten, die heerst ook door rechtvaardigheid. Alleen genade bewijzen, Vader. Dat zou niet genoeg zijn. Dat zou uw gerechtigheid, ten koste van uw gerechtigheid gaan. Maar u kan nou genadig zijn door het kruis van Golgotha. Dank u wel, Vader, dat we dat mogen leren en zien. Dank u voor die wijsheid die de wereld niet heeft, maar de wijsheid die van u is. En die is hoger dan de wijsheid die in de wereld is. Die is dwaas. Vader, we danken u ervoor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.